Ik ben Bert Versteeg, ik ben 44 jaar, woon met mijn vrouw en drie kinderen in Hoograven in de stad Utrecht, Utrecht-Zuid. Ik sta op de lijst, dus we gaan ervoor om zoveel mensen de Tweede Kamer te krijgen. Dus dan ga ik voor de Tweede Kamer, maar ik zit met ontzettend veel plezier in de Raad Utrecht en ik ga ook met ontzettend veel plezier daarmee door. Moeilijke vraag. Wij hebben een kat, maar ik zou voor een hond kiezen. Sowieso, ik zit in een boekenclub zelfs, dus ik lees best wel veel boeken. Kun je hierachter ook zien, overigens is dat een boekenkast. Als je wilt dat er in de Kamer politici zitten die hun verantwoordelijkheid nemen, die ook in de afgelopen tijd hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar als je ook wilt stemmen op een partij die een nieuw perspectief biedt, hè, dus die nieuwe plannen heeft voor hoe het moet na corona, perspectieven biedt voor ondernemers, perspectief biedt op het gebied van duurzaamheid, perspectief biedt op het gebied van de overheid die er is voor burgers, dan moet je op het CDA stemmen. Het CDA is nooit zijn verantwoordelijkheid ontlopen. Heeft altijd... Ik roep jullie allemaal op om op 15, 16 en 17 maart toch vooral te gaan stemmen. En dan ook vooral te stemmen op iemand die uit de stad Utrecht komt, of die uit de provincie Utrecht komt. Nou, dat ben ik. Ik sta op nummer 36. En ik zou zeggen, de Tweede Kamer is leeg zonder Van Steeg. Dus stem op nummer 36. En dan hoop ik jullie in de Tweede Kamer weer te zien.